Nooit een haastgezin. Neem een uitwisselingsstudent. We hebben gezinnen nodig. Ja. Ja, mijn eerste dag met een gastgezin was spannend en ook een beetje ongemakkelijk, want ik wist geen Nederlands. Het is super nieuw, super raar, want je weet niet waar je bent, je kunt de taal niet en je kent de mensen niet. Je bent nieuw op school en je hebt geen vrienden en alles, maar als jouw gezin is een leuk gezin, dan alles komt goed, want je voelt thuis. Mijn gastgezin was een van de beste dingen van mijn jaar. Ja, echt aardige mensen. Ja, aardig en warm. Altijd. Ja, superleuke mensen. Superleuke mensen. Ik heb een heel goede band met mijn gastgezin, dus dat is heel leuk. Ze zijn gewoon altijd voor mij daar. Als ik iets heb, als ik een probleem heb, kan ik altijd naar hen toe komen. Mijn gastgezin heeft mij veel goed geholpen. Ze doen heel veel voor mij, we zijn op vakantie geweest, ze laten me Nederlands zien, ze leren me de taal, ze laten me de cultuur zien. Ja, het is gewoon ja, mijn deur naar Nederland, dit gezin. Ja, ze waren zo aardig en ik was echt een deel van het gezin, zeg maar echt een dochter. Ja, het was superleuk, ja. Ja, ik hou van mijn echt gezin en van mijn gastgezin, ze zijn allebei mijn family. Ik zal ze bedanken voor de rest van mijn leven en het is iets dat ik ze nooit zal vergeten, absoluut. Ik hou van mijn gezin hier in Nederland. Veel Nederlands? Ik ben niet dezelfde jongen dat komt om naar Roestus naar Nederland. Ik ben echt verschillende in heel veel dingen. Meer zelfstandig te zijn en volwassen ook te zijn, ja. Self-confidence, denk ik, is één. Ook in bijvoorbeeld relationship. Ja, ik heb zoveel nieuwe dingen geprobeerd. En ik denk dat ik ben nu minder bang van het buitenland of nieuwe mensen of zo. Ja, ik heb ook geleerd om in een andere familie met andere regels te wonen. En ja, het was heel leuk. Die studenten die hier naartoe komen, die willen echt de cultuur leren kennen. Die willen de taal leren. Die hebben er echt zin in. Dit is een jaar dat vergeet je nooit meer. Je kunt er iemand super blij mee maken. Durf maar om een leuke gastgezin te zijn. En durf maar om zo een unieke jaar te hebben met jouw uitwisselingsstudent. Ja, word gastgezin. Want het is super leuk. Voor jullie, voor jouw kinderen. En ik zou het doen als ik jullie was.